Goedemiddag, welkom in mijn praktijk. Ik doe acupunctuur en ook de massage van de Chinese geneeswijze. Ook advies over Chinese kruiden, ook advies over ademhalingsoefeningen en bewegingsoefeningen. Die kunnen bijdragen aan de genezing van de patiënt. Maar ik doe ook osteopathie. Kom maar binnen, kom maar binnen. Kijk, u kent de weg, hè? Je mag al onmiddellijk u klaarmaken, uw kousen uitdoen. En nu gaan we eindelijk met acupunctuur werken op afstand. Niet op het gewricht zelf, maar op afstand voor dit gewricht pijnvrijer te maken. Vroeger was de pijn aan de buitenkant, klopt, hè, Hille? Mm-hmm. Was meer aan de buitenkant de pijn. Dus gaan we referentiepunten nemen die aan de rechter elleboog voor die linker knie. Ja? Met acupunctuur, zoals ik al in de definitie zei, het is een resetten van de hersenen. Hoeveel naalden steekt u zo? Hangt af van de aandoening. Soms 10, soms 12. Eerste naald is al een feit. En dan de patiënt gaat zeggen, in deze zone ga ik zoeken of zij gevoelige punten heeft. Gevoelig? Dat valt mee eigenlijk, ja. De behandeling met acupunctuur in deze methode is toch minstens 30 minuten dat nu zou moeten blijven. Maar zoals u gezien hebt, was het nu een combinatie tussen manueel en acupunctuur. Is het puur osteopathie, dan duurt dat ook wel 40 minuten. Mijn specialiteiten zijn eigenlijk de pijnsyndromen, maar ook wel meer en meer de psychosomatische klachten. De mensen kunnen mij terugvinden op de website via www.acupunctuurgent.be. Veel mensen vinden de weg naar acupunctuur, omdat er ook eerst en vooral veel, veel mond-aan-mond reclame. Mensen gaan niet komen als het niet helpt. Dus mond-aan-mond reclame, positieve mond-aan-mond reclame. Maar ook dat er in de wetenschap al een relatief groot aantal evidence-based studies zijn die erop wijzen dat acupunctuur werkt.